Hi, ik ben Melody en leuk dat jullie kijken naar Started from the Bottom. Ik ben actrice en je kan mij kennen van films zoals Oorlogswinter en Schemer, Afblijven en meest recentelijk de film Raphaël. Ja, er zijn eigenlijk meerdere paden die je kunt bewandelen. In mijn geval, ik heb als kind veel kindermodellenwerk gedaan. Wat ik verschrikkelijk vond. Maar ik heb twee oudere zussen, die deden het ook en die vonden het superleuk. Dus toen dacht mijn moeder, oh nou, dan vindt die derde het misschien ook leuk. Maar ik ben via dat wel terechtgekomen bij kindercastingbureaus. En toen werd ik gecast voor ja, kleine rolletjes in series, reclamespotjes. En dat vond ik heel erg leuk. Elke zaterdag speurde ik de krant af voor audities. En zo heb ik auditie gedaan voor musicals zoals Annie en Oliver Twist en The Sound of Music. Annie en Oliver ben ik afgewezen. Huilen. En voor The Sound of Music werd ik aangenomen. Ja, zo begon het balletje eigenlijk te rollen. En toen een jaar daarna, toen ik 13 was, deed ik auditie voor Diep. En dat was een hele mooie, maar wel zware arthouse film. Geregisseerd door Simone van Düsseldorp. En dat was een hele pittige rol. Dus in eerste instantie vond ik het zelf ook best wel eng. En mijn ouders ook. En toen uiteindelijk heb ik die rol gekregen. En uiteindelijk heb ik het ook willen doen. En dat is ja, uiteindelijk heeft dat heel veel voor mijn carrière betekend. Dus daar ben ik toen ook voor genomineerd, voor een Gouden Kalf. En toen ja, is het eigenlijk nooit gestopt. En ook in mijn hoofd. En in mijn dromen wilde ik gewoon, ik wilde alleen maar meer, meer, meer. Dus het heeft heel veel aangewakkerd, ja. Dat kan nog steeds wel heel vervelend zijn, maar ik ben er ook wel aan gewend. Hoe lullig dat ook klinkt, maar kijk, soms als je een rol echt heel graag wilt en als je heel dichtbij bent bij de laatste twee en je kan het al bijna, je ziet jezelf al helemaal staan op die set, dat doet meer pijn dan als het gewoon een ah joh, oké, afgewezen. Oh ja, ik was alweer vergeten dat ik überhaupt die auditie had gedaan. Soms denk ik, ah ja, ik had het al aan zien komen en soms ben je er bijna en dan denk je echt, serieus, maar ik ben dat die rol, jongens. Kies mij gewoon. Jullie maken een fout. Nou ja, ik weet nog wel, er was één scène in Raphaël. Dat ik aan een tafel zit en dan word ik op een gegeven moment gebeld. Ik ben al dagenlang mijn man kwijt en ik ben helemaal in mijn emotie. Zit ik helemaal daar, ik ben helemaal in paniek en ik denk dat mijn man dood is. En dan word ik gebeld door hem en dan moet ik soort van de kamer uitrennen. Zonder grap, ik ben denk ik 5 keer uitgegleden over hetzelfde dingetje. 5 keer dat op mensen echt dachten van, doe je dit nou expres gewoon de hele tijd? En als je daar dan op gaat hameren en als je daar dan bang voor bent, niet uitglijden, niet uitglijden, niet uitglijden, dan gebeurt dat dus wel. Zeg de hele tijd, na elke shot gleek gewoon over hetzelfde stukje, zie je mij zo uit beeld, bloep, zo wegvallen. Je kan daar echt een compilatie van maken. Sommige acteurs hebben heel erg de mazzel dat ze elke dag mogen doen wat ze het liefste doen. En heel veel acteurs hebben die mazzel ook niet. Die hebben een hele mooie carrière, maar die zijn gewoon net niet zo vaak aan het werk als dat ze zouden willen. En daarvoor moet je wel sterk in je schoenen staan. En daarvoor moet je ook wel heel erg van je werk houden, wil je dat voor lief nemen. En ik denk, als je dat niet doet, dan moet je het ook niet doen. Dan gaat het je niet meer gelukkig maken. En ik denk ten alle tijden, wat voor een werk je ook doet, het je gelukkig moet maken. En als jij het niet kan verkroppen dat je niet elke dag op een set staat of op het toneel staat, als je je geluk de hele tijd laat afhangen aan je werk, dan ga je tot aan je pensioen of tot aan je dood zelfs daar geen geluk uit halen. Op zich heb ik wel het geluk dat ik wel veel rollen mag spelen. Maar zeker in de periode daartussen ben ik altijd, hou ik mezelf altijd bezig. Ik schrijf zelf veel. Ik ben al jaren bezig met een boek te schrijven. En dat doe ik dan steeds, pak ik dat op in periodes dat ik dus niet draai of niet speel. Dus dan denk ik, ah ja, ik heb nu weer een maand de tijd, ga ik weer aan het boek. Of ik volg lessen, of ik geef lessen. Ik reis veel, ik ga naar Duitsland om daar Duits te leren. Dus ik ben eigenlijk met heel veel dingen tussendoor bezig. Ik ga veel naar theater, ik ga veel naar film. Ik doe veel korte projecten tussendoor, dus veel korte films met vrienden. Of ja, dus er zijn zoveel mogelijkheden om nog alsnog creatief bezig te blijven. Ik heb wel eens gedaan, maar dat is echt niet aan te raden. Het is echt verschrikkelijk. Ten eerste die foto's dat je denkt, oh my god. Laatst ook, de recensies waren heel goed hoor van Raphaël, dus dat ging ik dan wel googlen. En toen laatst vond ik zo de eerste echt hele slechte. Toen dacht ik wel, oh my god, had ik nooit moeten lezen. Want daarmee gaan die 10 goede recensies die je hebt gelezen worden in één keer gewoon teniet gedaan door die ene slechte. En toen heb ik echt mijn vriendinnen opgebeld, echt een half jaar na de première. Van, oh my god, ik heb het helemaal verneukt. En toen zei echt zo, Mel, waar komt dit opeens vandaan? Ik zei, ik heb opeens een recensie gelezen. Dus ja, nee, niet googlen. Nou ja,
als je nog jong bent, ga vooral naar een jeugdtheaterschool. Dat is gewoon een hele goede basis. Er zijn ook inderdaad genoeg actrices of acteurs die het vanuit de praktijk hebben geleerd. Of die gewoon een heel sick talent hebben. En ga daarna dan vooral, als je gaat studeren, als je een hbo-opleiding zoekt of klaar bent met je middelbare school, audities doen voor de toneelschool. Dat is toch echt het allerbeste wat je kan doen en het allerleukste wat je kan doen. En ook dat is niet de heilige graal. Er zijn ook daar nog meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar dat is wat ik heb gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Ik ben in Maastricht afgestudeerd. En dat zijn echt de 4 leukste jaren van mijn leven geweest. En je leert daar gewoon heel veel. Je moet je voorstellen dat je van 9 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds letterlijk 5 dagen in de week gewoon aan het spelen bent. Dus je leert daar superveel. Daarnaast, ga gewoon zelf maken. Ik denk dat dat wel echt een hele goede tip is, vooral nu. We leven in zo'n mooi tijdperk waarin je zelf kan creëren. En zelf je eigen rollen kan schrijven. Je eigen filmpjes of series kan maken. En het gewoon op YouTube kan zetten of het op wat voor een online kanaal dan ook. Ik zit de laatste tijd zo te denken dat het me heel tof zou lijken om een hoofdrol te spelen in een HBO-serie. Omdat ik vind, ik weet niet of het sick reclame maken is trouwens, ik weet niet. Tuurlijk, ik kijk ook Netflix en kijk het allemaal. Maar HBO is gewoon, elke serie die zij maken is gewoon vet. Ik ben gewoon zo'n fan. Zij zijn gewoon creatiever. Ik vind gewoon de dingen die zij maken heel creatief, heel tof. Dus dat lijkt me heel vet om daar eens een keer in een project van hun te mogen spelen. Bedankt voor het kijken en willen jullie meer van mij weten, dan kunnen jullie mij volgen op Instagram. Doei!